van wanneer de verwarming niet werkt en het water wel. Kan het misschien zijn dat de verwarming met de water werkt of zo? Who knows? Nee, nope, het vloerverwarming. Nou, sommige. Whatever. Anyway, welkom bij deze planeet. We hebben best veel te doen, het is een grote planeet. Like this. Wat nou als je bij het schrijven van je fucking script, je niet de script schrijft, maar een PowerPoint presentatie voor jezelf schrijft. Kijk, je schrijft de hoofdpunten op, je rambelt erover en dan ga je naar de volgende punt, weet je wel. Zou geen slecht idee zijn. Van plaats van dat je dus de hele tijd een script gaat lezen, waardoor je als een fucking, als je door een 9-to-5 job gaat. Lees gewoon deze keypunten en dan probeer je zo doorheen te gaan. Daardoor heb je nog steeds een structuur, maar weet je wel, het is nog steeds freestyle in een sens. Ja, ik wil het nog een beetje freestyle houden, want ik ga nooit... Ik weet dat ik voor domme woorden heen ga stumbelen als gevoel, weet je wel. Dat is waarom ik als aan text speech had gebruikt voor de fucking schrijven video, zo. Dat is wat ik daar zit. Text speech dit. Ik ga niet doen voor kritiseren, want daar is weer... Voor de anime meanings, want daar is weer geschil bij. Ik hou van de text speech, though. Het is de beste fucking die is uitgekomen. En helemaal wanneer just de pancake fucking de raarste stemmen geeft en zo. Ik besluit gewoon voor om lekker Japanse omschrijving te toevoegen via Google Translate. Dat is hey, fuck, het klinkt cool, toch? Ja. Dus als je kan zien, we hebben wat luchtgedeeltes hier, dus je weet wat even dat betekent. We gaan de jetpack gebruiken. En weet je wat dat betekent? Dus waarschijnlijk een golden bolt ergens hier. Yay! Oh boy. Weet je waar, raad eens waar het is? In je reet zeker. Het is daarboven. Links. Thanks. Met die kabels die eronder bewegen. Tenminste, het slijt op kabels. Hij slijt de meest kutste dingen. Ik kwam van de fucking... ziekenhuis en zo, en ik denk, ik ben helemaal uitgeput. Ik heb gegeten als ik denk, laat ik even slapen, voordat ik kom met een goed uurtje. Dus ik word wakker en ik ben ik heb weer het mond van een fucking woestijn. Ik haat het gevoel. I know. Ah, fuck. Let's try that again. Ik heb van deze team, ik weet niet, het voelt gevaarlijk. Ik wil zoiets gevaarlijks aan het doen zijn. Ja. Vliegen over een fucking lucht met een jet vol dat korter is dan mijn fucking scheten. Dus Ennis, heb je al gehoord over de Mandarijncensuur? Lighten me. Dus, je weet toch Love Life, toch? Uh-huh. Nou, een van de bedrijven wilde Mandarijn ergens verkopen of zoiets. En ze dachten van, weet je wat ons verkoopt? Cute anime girls. Dus ze hebben gewoon één kracht van Love Life, met een mandarijn daarop een poster van getekend, weet je wel, zo'n artwork, een poster ding. Uh-huh. En mensen keken ernaar, de Japanse feministen keken ernaar. En zagen iets. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat de Rob een beetje naar haar kruis gaat. Zoals The Laws of Physics demand. I guess. Ze durfde. En ze noemde het seksualisatie. Dus werd het gecensureerd. En ze werden verbannen. Het werd weggehaald. Ze zijn gestopt. Wauw. Dat is... retarded. You know, right? It's like, who the fuck... It's I don't even get this. Ik moet die rok voor mezelf zien, maar ik klik bullshit. Het is gewoon een normale rok. Dat ze normaal voor allemaal dingen gebruiken. Dus what the fuck, hoe is dit seksualisatie? It's as long as it's not feminism, it's seksualisatie. Only feminists can wear the most sexual fucking shit ever. I guess it's so fucking retarded. Doesn't make sense. Heb je fucking gezien hoe erg een fucking ideologie is? It's de meest fucking... Als wij de fucking seksualiteit... Ik merkte het niet eens tot een dag later. Ik weet wat ze aan het doen zijn, maar ze moeten heel goed kijken waarschijnlijk. Ze hebben maar vis of zoiets. De fucking... Het is altijd projection met deze mensen. In plaats van shit! Oef. Ja, ik zou hier niet de jet boosters gebruiken.
Het is altijd projection met deze mensen, hè? Het is like, ja. Je werkt dat altijd. Het is like, gaat het over racisme? Zijn zij meestal de meest racistische mensen, daarom merken ze deze dingen. Gaat het over seksisme? Zijn ze de meest fucking seksistische mensen, daarom merken ze deze dingen. Soms weet je wel, het idee is met seks en seksisme zijn hetzelfde ding. Het is like. Mensen zijn seksuele wezens, weet je wel. Het is like. You know, wanneer je voor een goed fucking 30 jaar lang droog bent blijven staan, dan weet je natuurlijk niet wat seks is. En dan verwar je dat met andere soorten dingen. I guess so, maar het is ook gewoon van, wow, dat is het punt. Het is like. Het maakt niet uit wat je doet, iemand ergens vindt iets sexy. Sexy, weet je wel. Ga je alles verbannen dan? Of like. Sense. Denk aan fucking Alan Baker, the English teacher anime character dat was gebruikt op school. Is er iets seksies aan haar? Nee, het is gewoon dat ze bestaat. Dus mensen looden haar. Dat is gewoon een ding, I guess, weet je wel. Maar het is gewoon. Het gaat eerst met vrouwen alleen ook, mannen ook. Dat is als iemand is die iets sexy ziet, ze gaan er gewoon dingen van tekenen, weet je wel? Holy shit. Ja, het is fucking retarded. Weet je, ik heb dingen gezien toen ik naar Pixel toe ging. Ik zoek natuurlijk rom op, Pixiv, maar hij staat natuurlijk in het Japans. Dus allemaal namen van andere tractors die een beetje dezelfde symbolen hebben dan gewoon voor zijn toch. Komt hier? Waarom is er zoveel hentai van Chrome van Dr. Stone? Chrome? Ja. De fucking trickster guy. Of nee, fucking dinkgast, de scientist. Ja, de scientist assistant. Ja. Ja. Is het wat is het? Is het net met zijn fucking crush of is het iets anders? I guess it's questionable, want Jesse blijft lang stil. Het is jou. Oh, of course. Like no shit. Ja, dat is niet iets wat ik wilde zoeken. Ik wilde rom hebben, maar ja. De Josie's zijn er meest actief. Wat ergens is dat Zekrom ook in die fucking ding filter zit. Wel wie? Zekrom. Why? Want Zekrom, hè, dus. Ik zoek rom, right. Ik krijg Zekrom. Dat is het is de man, Misschien moest je maar zoeken naar, kon je niet mixen met Hyper the Vestia of 2D of zo? Go ahead. Je kan voor sommige krachten, maar voor ons. Oh, sorry. It's just, I thought you were one of them. Dear. What I'd give for even an ounce of their feral ignorance. A burden often accompanies self-awareness, sir. Living with the abject savagery of one's own kith and kin is quite more than one can bear sometimes. No! The torments of it all. I understand. I, too, am of a series designed to destroy. In that case, I have something that may interest you. But may I first humbly request a meager few bolts? Ach ja, een klein beetje zou niet zo erg moeten zijn, toch? 40.000! Jesus Christ, my dude. You fuck! Lovely. Basically. Time since I've been... 40.000. Dus ja, deze gast gemuteerd om slim te zijn. This is Garlic Ranch, reporting live from Algon City, where Protopet Mania is in full swing. For those who've spent the past week in hypersleep, the Protopet is Megacorp's wildly popular bioengineered pet. Adorable, non-allergenic, and housebroken, fans of the creature have dubbed it the perfect companion. Between the Protopet's surprisingly low price tag and its lightning fast breeding cycle, there may soon be more than enough Protopets for everyone. Darla Gratch, Channel 64 News. Dit is wat er dus gebeurt wanneer corporate is hem alles overgenomen. Fucking de nieuws, zelfs de nieuws is corporate feels. The entire population of that planet will be devoured. Unless we get there in time. Dus wat vind jij dus voor de corporate seals en de 40.000 bot ik heb verloren? Het was dus allemaal waard voor de motherland, Jesse. Ik ben niet voor communisme. Wat voor de communisme installeren. Nou, ik ben niet voor communisme, want communisme is een extreme universe voor corporatism. Ja, maar dan zou ik geen 40.000 bonds moeten betalen voor informatie, Jens. Nee, dan moest je zou het uiteindelijk betalen over de jaar heen met al die fucking belastingen. Niet als ik de belastingpersoon vermoord.
De persoon die de fucking communist promoteert is trek dat hij lekker de fucking top gaat staan, ha? En dus ik ben Ratchet. Ik kan het wel doen. Sure. En dus ik heb nu de slime de corporate overlords. Kom op, ik moet dat communist maken. Dus ik zeg dat en dan vervolgens zie ik Clank achter je met een fucking gun. Grappig genoeg, we vechten wel daar tegen like, ruimte in de folie. Nice. Je onze ras wilt uitroeien. Dat is niet geloof. En buiten, volgens mij heeft hij al Ratchet's ras uitgeroeid. En lijkt me de lijst 1 achter Ratchet's ras. Ratchet en zijn fucking girlfriend. Dat nee, nee, zij is een andere ras. Oh, really? Oké, dan. Dat is waarom ik zeg. Ratchet en Clank 2 is niet belangrijk voor de plot van de rest van de serie. Ik speel het spel meer voor de gameplay en voor like om te zien wat voor like nieuwe dingen erbij zijn gedaan. Wat later de like, hele fucking franchise zou definen. Het lijkt meer RPG elementen zoals de HP of like de wapenupgrades en zo. En natuurlijk de meer actie-oriented speelstijl. Hoeveel fucking games hebben ze? Hoe ver tot gids tot like de PlayStation 3 met deze series of? Oké, het zit zo. Je hebt like de originele trilogie en je hebt Gladiator of PlayStation 2, dan heb je wel PSP-spellen hier en daar. Mm-hmm. Dan heb je de Future series, waar like, dat zijn dus like vier spellen, maar je hebt maar like één spel als meer filler, vond ik heb voort. En dat is de Future trilogie, waar dan een beetje tijdreis mee gaat, dat is op de PlayStation 3. En buiten dat heb je de remake voor de PlayStation 4, maar dat is like, ik snap niet waarom ze geen like origineel spel van PlayStation 4 hebben gemaakt. Maar goed. Oh, dan is er ook nog All for One, maar ik heb daar niet zoveel goede dingen van gehoord. Het is like deze 4-player co-op spel. Ben je nog? Ja, ik ben er nog. Ik zat eigenlijk meer te hopen dat hij like een fucking All Might's hair haar heeft opgegeten. En nu zit hij overal heen te rennen en een Texas smashes te gooien, maar oké. Dat zou wel fucking grappig zijn, maar dat zou Park een goede helper te zijn. Park? Are you fucking dom? Dan heb je het over je Cratchit. Niet de fuck vertrouwd Clark dat hij een echte held zou zijn. Je zou verbaasd zijn. Oh ja, de soundtrack is gestopt. Ik weet niet waarom. Maar opeens is er geen geluid. Er is geen muziek meer. Oké, nu zit je in het punt van like de Slenderman portie van de game, waarbij like, als je daar weer alle pagina's moet verzamelen. Ik dacht dat we met Metroid 2 commentary al gedaan hebben. Ik weet niet waarom, maar de muziek is net dit gewoon gestopt. En ik zit. En ik heb gewoon weer dat ding geprobeerd, maar de muziek gaat ook gewoon niet verder. Dus het is like, wat heb ik nog? Geen muziek voor ons, I guess. Nee. Yeah. Nou, dat is toch een platinum bolt hier die we kunnen krijgen en een heleboel wat te maken hier. Wat een beetje slim spelen hier. Ik heb echt zin in meer cola, maar ik heb gewoon niet zoveel geld om meer cola te gaan halen later. Ik ga voor cola. Ik ben sad though, like, wat fucking like Rilken seizoen 3. Like, de volgende aflevering komt later uit. Vanwege de coronavirus. Alright. Fucking sucks. Ja. Yeah. It's like, I guess, dat is gewoon wat er gebeurt wanneer je gewoon niet serieus neemt, I guess. Alright. Fucking dick idiots. Er zijn volgens mij wel tienduizenden mensen, like, gewoon geïnfecteerd. En, like, al meer dan 100 zijn dood op dit punt. En dat is like binnen like 2 maanden. Nee, niet eens. Dat is 1 maand. Maar weet je, dat is like één zieke mensen en één probleem, maar like economisch gaat alles ook naar de kut. Ah, dat is waarom je like, beter moest gaan reageren op dit en niet voor de Pride of the Motherland misschien. En het zou ook veel beter zijn geweest als de WHO en China waarschijnlijk meer informatie had gegeven over deze virus, zodat meer alert over zijn.
Nee, de World Health Organization is like, nee, het is okay, het is gewoon de flu, kom op, en alles opeens. Het is like de beste manier om het te zeggen is, it's like, you know, it's gewoon een flu, dan probeer ze tenminste like, uit te leggen wat moet er doen om er tegen aan te kunnen gaan, toch? Als het niet zo fucking serieus is, maar dat doen jullie niet. Nee. It's like, jullie doen alsof er like, niks aan de hand is en dat is niet leuk, dat is niet goed. Tot te laat is, dan opeens is het like, oh. Oh, oké, nu gaan er te veel mensen dood dankzij jullie incompetence. Okay, nou gaat de economie omlaag. Oh, fuck, maar nou is het opeens onze probleem. Ook Apple, hè. Like, the fucking, like, oh, eerst was alles oké. Maar toen was de productie van hun mobiele telefoons like, minder geworden dankzij de coronavirus. Opeens, like, oh, de coronavirus is een groot probleem. Fuck, en nu is het de leftist te janken dat de coronavirus een probleem is. Oh no, how do I get my Apple shit? No, right. I need my Apple phone, though. Hoe ga ik er naar mijn anime kijken? Het is in Japan gemaakt. Auw! Maar eigenlijk, dat is eigenlijk een goed punt, want zelfs de anime wordt like, echt los van. Eigenlijk, de Nintendo Switch productie is ook omlaag gegaan daardoor. Like, dat is een heel groot economisch probleem. Legit, je had like fucking één taak en... Maar nee... Ze namen het niet serieus. Het like, weet je, ik zeg niet dat we like, in paniek moeten gaan of zo, maar gewoon dat we het like, serieus nemen, voordat het like, een groot probleem wordt. Alright, like, weet je wel, en mensen uitleggen wat je er tegenaan moet doen, weet je wel. Maar nee, dat is fearmongering. It's like, oh. Ja, you know, weet je wel, je deur op slot zetten wanneer je weggaat is ook fearmongering. Ja toch? Iedereen gaat gewoon in je huis dingen te stelen. What the? Hello. Ratchet and Clank. You lucky devils. Angela Cross has just sent you a galactic greeting. Guys, if you get this message, please meet me on my home world. Just so you know, I found my old ID badge. I'm pretty sure we can still use it to infiltrate Megacorp HQ, but you're gonna have to hurry. Before the protopets completely overrun us! Oh, and sorry for the balloonogram. It was the only thing I could get off this point. We hope you enjoyed your galactic greeting. That Angela is quite resourceful. Yeah, she thinks of everything, doesn't she? She also appears to be in great danger.